Nederland is voor een Engelse jager in november 1944 al niet zo gevaarlijk meer. Ruim 4 jaar geleden zijn de Duitsers binnengevallen en hebben heel Nederland bezet. Toen hadden ze meer vliegtuigen dan alle andere landen tezamen. Die hebben ze nu bijna allemaal verloren. Het zuiden van Nederland, beneden de rivieren, is al weer bevrijd. Engelse jagers en bommenwerpers vliegen van daaruit bijna elke dag over het bezette gebied. Het enige waarvoor ze nog op moeten passen, is het luchtdoelgeschut. Op de grond zijn de Duitsers oppermachtig. Ze onderdrukken de bevolking. Ze voeren de Joodse Nederlanders weg naar vernietigingskampen. Ze roven het voedsel en sturen het naar Duitsland. Daarom trekken er duizenden hongerige mensen door het land, te voet of op fietsen met houten banden omdat er geen echte banden meer te krijgen zijn, om bij de boeren aardappelen en vlees te kopen, als die nog iets over hebben. Met de trein kunnen ze niet reizen, want de spoorwegen zijn in september in staking gegaan en nu is het november. Er rijden nu alleen nog Duitse treinen voor het leger. En intussen proberen Engelse en Amerikaanse vliegtuigen de Duitse militairen zoveel mogelijk te hinderen. Van deze week kwijt. Een hele week zonder brood. En je kent de bakker. Geen bonnen, geen brood. Bij hem hoef je niet te proberen iets zwart te kopen. Hoe kan dat nou toch? Welke broodbonnen zijn er geldig deze week? 38 tot 40. Goddank. Dat is niet zo mooi, hè? Nee. Zullen we het laten repareren? Kan dat dan? Dat denk ik wel, ja. Ik heb die aardappel was op de kop getikt voor mijn dochter en die twee jongens van me. Ik hoop dat ze nog in leven zijn als thuis komen. Dat is 130 kilometer. Ik ben naar hier komen lopen. Ik kan nog wel teruglopen ook. U gaat vandaag niet meer terug, meneer. Ik breng dat wiel even naar de wagenmaker. Die komt er vanavond toch niet meer aan toe. En dan brengen wij dat spul even naar huis. U blijft vandaag overnachten. Kan dat dan? We hebben altijd slapers. Dat is ons huis. Naast het gemeentehuis? Mijn vader is burgemeester.
niemand. Oh, laat binnen. Hij leeft er. Goedemorgen, kapitein. Sie spreken immer nog geen Duits? Kapitein, dit is een Nederlands gemeentehuis. Er wordt hier Nederlands gesproken. Ah. Zal ik dan etwa Nederlands spreken leren? Hè? Ik geloof dat wij elkaar zo ook wel verstaan. Ah. Wat kan ik voor u doen? Darf ich? Gaat u gang, ja. Herr Bürgermeister, ich bin mit Ihnen nicht zufrieden. Niet tevreden, kapitein. Der Arbeitseinsatz. U verlangt van mij, jonge mannen van 18 tot 30 jaar, die u naar Duitsland wilt sturen, om dat te werken voor de Duitse oorlogsindustrie. Ik heb u Nicht bij de Kriegsindustrie. In deze tijd is iedere industrie een oorlogsindustrie. Ik heb u gezegd, ik kan geen jonge mannen missen. Op het land niet, in de bedrijven niet. U kunt van mij geen namen verwachten. Ze willen nog niet dat we ze zwingen. Ik kan u geen namen geven. Mijn god, ze zijn te schwierig. Etwas anders. Lassen Sie doch bitte dieses Plakat aufhängen. Wat voor plakat? Daar heb ik geen plaats voor. Die Stelle ist noch immer leer. Kapitein, op deze plaats heeft het portret gehangen van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. De Duitsers hebben mij gedwongen het te verwijderen. U kunt mij niet dwingen er deze landverrader voor in de plaats te hangen. U hoort dat van mij. Je starkopf. Oh, ben jij dat, Dirk? Houd zijn ze. Ik dacht hier al iemand bezig te horen, maar ik had geen idee dat jij hier aan het spelen was. Zo. Dat doe jij niet gek. Ik kan altijd van pas komen in oorlogstijden. Zullen we eruit kijken? Je bent anders een aardig eind van huis. Dirk? Die moffen die zijn weer mensen aan het oppikken. Voor werk in Duitsland. Mm-hmm. Laten we maar lekker in het bos zitten. Ja, joh. Wat is er? Loop hier toch niet zo opzichtig rond. Bij de IJsselbrug zijn de Duitsers bezig weer jonge mannen op te pakken. Straks komen ze hier ook. Dank u wel, mevrouw. Ik was trouwens op weg naar huis. Nou, schiet dan ook op, jongen. Ja. Oh, Michiel, wat fijn dat je ze te pakken gekregen. Ach, moeder, kwestie van relaties, hè?
5 dagen heel Nederland afgelopen voor 1 zakje aardappelen. Weet je dat er zijn die onderweg dood in elkaar zakken? Gaat u daar maar even zitten, meneer. Ik kom zo bij u. Meneer, die zit hem te repareren. Hij is ingenieur geweest. Alsjeblieft, mevrouw. Dank u vriendelijk, meneer. Laat nou, ik heb hem nodig. Ik ook. Ik moet melk halen voor moeder. En ik breng hem straks al wel weer terug. Ach, dat haal je toch nooit, joh? Het is 7:15. Ik moet om 7:58 weg. Wil ik nog voor speertijd binnen zijn? Kan jij daar niet 1 keer door donker naar huis lopen? Nee, en dat weet je best, want dat wil vader niet hebben. Dag dominee. Fijn dat u gekomen bent. Het is vanavond weer goed bezet, mevrouw Harden. Ja. Mensen, ik ben de dominee. Ik zie jullie haast niet, maar ik weet wel dat jullie er zijn. Om deze tijd kom ik altijd even langs. Voor een bijbellezing is er niet genoeg licht. En eerlijk gezegd ook niet voldoende aandacht. Jullie zijn allemaal veel te moe door jullie speurtocht om het dagelijks brood. Waar wij in het Onze Vader om bidden. Ja, wat is denn hier los? Het is een kerkdienst. Was? Een kerkdienst. Komischer Gottesdienst. Op die bede om brood volgt in het Onze Vader de bede om vergeving van schulden. Nu weten wij allemaal wiens schuld het is dat wij ons dagelijks brood niet krijgen. En we zijn niet bereid om te vergeven. Dat is begrijpelijk. Dat is menselijk. Maar het is niet christelijk. Wij mogen vechten voor ons brood. Wij mogen vechten voor ons recht. Maar we moeten niet haten. Niet alleen omdat de Heer het niet wil. Sagen Sie dem Pastor, er soll ja vorsichtig sein, ja? Los! Haat kookt in je. Haat broeit in je. Haat vernauwt je gevoelens en vergiftigt ze. En nog iets. Uit haat kan je veel doen. Maar haat geeft niet dat rustige vertrouwen. Dat diepe besef dat wij deze beproeving samen zullen overleven. Want dat zullen we. Ik ben vrij, denk ik, dominee. Ik heb de kerk en de Bijbel en God niet nodig om mijn boontjes te doppen. Maar wat je daar gezegd hebt, dan neem ik mijn pet voor af. Te laten schrikken. Jongen, daar word je hard van. Trouwens, het is overwachten. Weet jij dat je een gevaar bent voor het Duitse Rijk? Heil Hitler! Je hoeft die naam niet zo over straat te schreeuwen. Jongen, wat geeft dat nou? Die Duitsers die horen dat graag, hoor. Heil Hitler! Hoe kom jij aan die lamp? Gejat van de Duitsers. Ah, ga weg. Ja? Er zijn toch immers twee van die officieren hierin gewartierd? Ja. Eén heeft een hele kamer vol van die spullen, joh.
Moeder. Boerderij. Wat is er? Ik heb een fles gebroken. Hé, hey, Jakkerschiel, wat zonde nou. Ja, het is donker buiten. En Erika moest er nodig de knijpkat hebben. Ach ja, ja, ik weet het ook wel. Jij kan het natuurlijk niet helpen. Ik moest aan die mensen binnen denken. Die op koffie zitten te wachten. Jochem, het wordt langzamerhand tijd voor jou. 7:45. En voor moeder mocht ik nog op de koffie wachten. Ja? Nou, vooruit dan maar. Toen ik zo oud was als jij, joh, kregen kinderen helemaal geen koffie voordat ze naar bed gingen, want dan konden ze niet slapen, zeiden ze. Ik wel, onder. Maar dat was dan ook echte koffie. Vader, wie is die mevrouw toch? Toen ik opende, zei ze tante Miep uit Den Haag. Hebben wij een tante Miep? Nee, dat is minder zo'n bijna een echte oom van je is. Ja, ik weet het zelf ook niet, maar ik heb het naderhand aan je moeder gevraagd. En die zei dat het een mevrouw van Druten was. Ja. Die wij wel eens in Den Haag bij kennis hebben ontmoet. Oh, nou, ik vind het idioot van zo'n mens. Nee, Erika. Dat is zielig, weet je dat? De mens komt helemaal uit Den Haag op een fiets met houten banden. Om te kijken of ze hier wat levensmiddelen kan krijgen. Maar de man kan de straat niet op, want dan wordt hij opgepakt voor werk in Duitsland. Hij is nog geen 50. Ja, ja. Nou ja, nou is hij een beetje trots. En dan verzint ze maar een smoesje zo van, ik ben tante Miep om ergens binnen te komen, begrijp je? Dan ben je toch verdraaid goed op de hoogte, Ben. Dat mens is nog in 3 kwartier in huis. Nou ja, het hoort bij mijn werk om geïnformeerd te zijn. Uw werk? Ja, ik kom door het hele bezette gebied. En dan leer je heel wat mensen kennen. En dan langzamerhand krijg je er handigheid in om informatie bijeen te gaan. Zeg, Erika, zou je eens kunnen kijken of je je moeder kunt helpen in de keuken? Zo is het. Je moet oppassen met die tulpenbollen. Ja, daar schijnt blauwzuur in te zitten. Ik heb het laatst in de krant gelezen. Ja, maar ze smaken anders best lekker. Toch moet u oppassen. Kijk, bij kleine hoeveelheden dan is dat niet zo erg, hè? Maar bij een grotere hoeveelheid dan krijg je hoofdpijn en op de duur vergiftigingsverschijnselen. Ja. 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 Maar bent u eigenlijk niet in de war met dahlia-knollen? Nee. Die moeten erg vergiftig zijn. Nee, nee. Nou, ik heb ze allebei gegeten, hoor. Oh. Nou, ik ben altijd erg blij als ik ze bij ons in het Westen kan krijgen. Ja. Als het u interesseert, heb ik wel een tulpenbollenreceptje voor u. Ja, graag. Ja. Nou, je begint met het schillen, zoals gewoonlijk. Ja. En dan het hart eruit. Ja. Ja. En dan de koffie. Sorry, vader. Al die mensen in huis wilde ik zo zacht mogelijk. Zo. Moet u niet verder luisteren? Nee, het was toch afgelopen. Nieuws? Ja. De Duitsers schijnen een slag te krijgen van de Russen. En verder maakt Patton, die maakt vordering aan het Westfront. Patton is die Amerikaanse generaal, niet? Ja. Ik wou dat ik mee kon doen. Je wilt erop slaan, hè? Ja, dat is heel begrijpelijk, ja. Maar oorlog is geen eerlijk spelletje tussen jongens. Oorlog is een smerig bedrijf. Ik ben blij dat jij met je 15 jaar veel te jong voor bent. Tegen de tijd dat jij 18 bent, zal de oorlog al afgelopen zijn. Thank you.
Alle beste. Ja,